Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Deze week gaat de jankweek worden, kan ik jullie alvast verklappen. Want Jordi hebben we dus naar school gebracht. En ja, het is de laatste week voor hem op dit schooltje. Ja, ik heb er wel moeite mee. Ben ik even heel eerlijk in. Maar je hebt nieuwe fases in het leven, dus daar gaan we dan maar voor. Ik ga nu naar huis en ik ga even naar de winkel met de twee lekkere dingetjes van me. En dan gaan we kijken hoe en wat en alles gaat. De kindjes liggen al even voor bed. Mama heeft tijd om te knutselen, want morgen neemt Jordi afscheid op zijn schooltje. En ja, dat is wel een dingetje. Wat heb ik nou gedaan? Jordi gaat natuurlijk weg. En dan krijgen de kindjes uit de klas, wij komen daarheen en dan doen we lekker cupcakeje eten. En dan krijgen de kindjes natuurlijk ook iets mee naar huis. En je moet je eigenlijk voorstellen, de kindjes daar, ze hebben allemaal een beperking. En de een iets meer als de ander. En de ander, ja, ze hebben allemaal hun eigen kwaliteiten daar. Maar wat ik dus ga doen is, ik heb deze bakjes bij de Action gekocht. En die ga ik beplakken met een parapluutje. En dan een papiertje met Aju paraplu en groetjes Jordi. En dan komen er allemaal dingetjes in. Dus ik ga ze even allemaal plakken. En als ik dat gedaan heb, kom ik weer bij jullie terug om te laten zien wat ik er allemaal in ga stoppen. Nou, ik heb ze allemaal beplakt hoor, met Aju paraplu. En dan hangt hier ergens iets. Oh, een spinnetje. Dat is een doodspinnetje. Sorry voor de mensen die dat zielig vinden, maar ik wil het niet. Nee. In ieder geval, ik heb ze allemaal beplakt. Ik heb hier ook de parasolletjes. Ik weet nog niet of ik ze open of dicht doe. Dat ga ik nog even bedenken. Maar wat ik er dus in ieder geval in ga doen, is het volgende. Ik heb hier van die houten poppetjes. Als jij voelt, dan voelt hij naar hout. En dat is ook tevens weer goed. Dan heb ik een paardje, een olifantje, het zijn allemaal diertjes. Dan doe ik er een krijtstik bij. Dat is ook weer met voelen en ja, daar kan ook weer van alles mee gedaan worden. De veertjes heb ik. En deze hadden ze ook bij de Action. Van die waterdiertjes voor in een badje of wat dan ook mee te spelen. Die komt er ook eentje in. En dan doe ik het verpakken met plastic eromheen. En dat is wat ze meekrijgen naar huis. Met een leuk dingetje. En, ja. In ieder geval, als het af is, laat ik het zien. Kan waarschijnlijk verderop zijn in de vlog. Want het kan zijn dat dadelijk een kind wakker wordt. En dan moet ik er weer mee stoppen. Dus ik ga maar gauw aan de slag. Zodat ik een heel eind klaar ben. Voor iemand die niet zo creatief is, vind ik dit toch eigenlijk best creatief. Al zeg ik het zelf. Ik ga de rest even maken en kijken wat daar vandaan komt.
Toen was deze rat al wakker en deze rat nog niet. Maar nu zijn we op Jordi school om Jordi op te halen. Na heel veel doen is het me gelukt. Sommige dingen laten los, verdorie. Kijk straks nog even naar. 15 pakketjes. Er zitten 10 kinderen in klas. Maar de juf heeft ook nog 2 kindjes. En de andere juf ook nog een kindje. En dan is deze voor de juffen ook. Kindjes liggen op bed. Ik was vergeten te uploaden. En mijn lichaam was zo verschrikkelijk moe. Ik kon mijn ogen niet eens meer open houden. Dus dat. Het is nu 8:30. Nielsie moest weg en die had de laptop nodig. Want ja, eigen bedrijf, hè. Dus uploaden kan ik nu niet. Dat dus. Nou, sowieso doe ik straks even uploaden hoor. Daar niet van. Maar ik was zo verschrikkelijk moe. Echt zo moe. Soms heb je gewoon van die dagen. Oh, mensen. Dat komt gewoon omdat we gisteren weg zijn gegaan. En ik gewoon oververmoeid al was. En lichamelijk veel heb moeten doen. En dan zegt mijn lichaam op een gegeven moment, houdoe. Dat. Dus ja, Niels heeft mij gewoon laten liggen. En die heeft me net wakker gemaakt. Dus ja. Maar ik was met die tractaties bezig. En dan moet ik nog cupcakes maken voor op de groep. En maïssticks heb ik ook al voor een aantal kindjes die niet kunnen kauwen. Dus ik had aardbeiensmaak gepakt. En dat is dus wat ik heb. Voor de juf heb ik ook iets. Voor de juf heb ik een boekje met dankjewel, juf. En daar heb ik ook zo'n bakje bij met Aju paraplu. En daarin zit ook een poppetje van de Action en een houten diertje. En ik heb er een pen bij gedaan van een diertje. Het is heel zacht, het is heel schattig. En daar zit ook een sleutelhanger in. Met Teach Little Minds. In ieder geval iets met dat je zeg maar veel moet doen om kleine hoofden iets te leren. Nou, dat dus. En dat is wat ik heb. Ik heb dus niet gekookt, maar ik heb wel mijn kip uitgehaald. Dus ik ga dadelijk er maar even iets mee doen. Ik ga even daar opruimen. En dan gaan we zien hoe het allemaal loopt. Maar lichamelijk gezien ben ik echt dat. Een hele goede middag. Dan denk je bij je eigen middag. Huh? Jordi? Ja, inderdaad. Ik heb niet gevlogd. Ik heb veel te druk gehad. Ik heb Jordi vanochtend weggebracht. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Ben cupcakes gaan bakken. Heb het avondeten al zover klaargemaakt. Niels is thuis gekomen. Ik heb voor de kindjes gezorgd. Want ja, ik heb Liam en Sam natuurlijk thuis. En toen moesten we naar school. Naar Jordi's school. Om afscheid te nemen van zijn juffrouw. En eventjes met de kindjes gezellig zingen. Dus dat is wat we hebben gedaan. Ik heb daar wel foto's van, maar die toon ik niet op YouTube, want dat is privé. Dat is ook gewoon een privé kwestie in deze zin. Ik ga niet zomaar vreemde kindjes voor anderen plaatsen en de juffen, et cetera. Dat is gewoon privé. Dus het was heel leuk, hè Niels? Mm-hmm. Ja, we hebben gezongen, of ja, wij niet. Jordi heeft met de juf gezongen. Ook niet gezongen, maar wel genoten. Die juf heeft gezongen. Voor Jordi. En Jordi heeft gevoeld aan de gitaar. Ja, en Liam en Sam zijn er ook. Die waren er ook bij. Ik had cupcakes dus gebakken. Die hebben we lekker gesnoept. Morgen heeft Jordi nog 1 dag school. Maar vandaag was zijn eigenlijke begeleidster er voor het laatst. Want die regelde alles
Een vriendin van mij die had een tijdje terug, had die Tuk Milka. En toen zei ik tegen haar, dat kan toch nooit lekker zijn? Wat heeft ze nou gedaan? Zo'n stukje rijden van me af. En het is niet in Nederland te krijgen, maar in Duitsland. En ze heeft het naar me opgestuurd. Samen met nog een andere paar dingetjes. Waaronder deze pen, voor geluk. Klavertje 4. Zo had ze nog een paar andere dingetjes gestuurd. Gewoon puur en alleen omdat ze, ja, als vrienden. We gaan hem proberen. Ik heb Niels er even bij gehaald om mee te proeven, want hij was ook wel benieuwd. Sorry Inge, maar ja, Niels die moet en zal het proberen, want Tuk en chocola vindt hij lekker. Maar of de combinatie... Ja, Tuk, dan... ik hou niet zo van Tuk hoor. Nee, maar toch. Je lust... Je Tukken hou ik wel van. Tukken, ja, slapen, ja. Nou, het ziet er... Oh. Oh nee, ik breek hem af. Oh nee. Liam is trouwens een beetje boos. Het ziet er zo uit, een stukje afgebroken. Hij mag zijn broertje niet duwen. Nee, maar het ziet er dus zo uit. Vriend. Niet vies. En nog eentje? Eén zo'n ding ziet er dus zo uit van de voor- en de achterkant. Het proeft wel echt naar Tuk. Ja. Maar het overheerst niet. Nee. En dan de binnenkant ziet er zo uit. En het bijt een beetje hetzelfde als die koekjes met chocola. Ja, alleen een beetje zout vleugje eroverheen. Mm-hmm. Maar het smaakt dan ook weer niet naar karamel of zo. Want die salted caramel die vind ik dus weer niet lekker. Nou, uit het wel niet van. Maar. Maar voor cijfer geef je van 1 slecht tot 10 goed? Een 6. Een 6? Mm-hmm. En een 7 voor. Nee, ik denk wel een 8 voor het. Wat erop staat of wat het ook doet. Nou. Nou. Nou, dat was dus onze taste test. Een hele goede morgen. Het is hier rustig. Nee, ik moest vanochtend naar de smoedersmid. Ik had een klein gaatje in deze. En die hebben ze gemaakt zonder verdoving. Nou ja. Ik heb er zelf voor gekozen om geen verdoving te doen, want ze zei het is echt een klein gaatje en we zijn sneller klaar als je dit zo doet. Dus dat. Ik heb altijd problemen met mijn tanden. Altijd. Dus ze heeft nou ook andere tandpasta voorgeschreven die ik bij de apotheek moet halen. Dus dat gaan we ook maar even regelen straks. Als Niels thuis is. En dat dus. Niels die is... Jordi naar school brengen. En die heeft Liam en Sam ook mee. En die gooit hij dadelijk thuis af. En dan gaat hij werken. Ja, dat is de bedoeling. En als je het over de duiveltjes hebt. Dan zijn ze er! Yay! Dus Niels is alweer weg. Die zal werken. Ik ga de televisie lekker aanzetten voor ze. En dan ga ik eventjes dingen doen. Voor de mensen die zeggen, je hebt de tv te veel aanstaan. Ja, dat klopt. Ik heb de hele dag de tv aanstaan. Maar ondertussen is de Bambix Bende gewoon aan het spelen. En tussendoor een keer aan het kijken. Ik heb de was aangezet. Ik doe niet heel veel bijzonders vandaag. Ik heb alweer hoofdpijn van die stress die ik heb gehad. Dus ik hou me eigenlijk een beetje rustig. Ik doe een beetje was. Ik zorg dat het eten dadelijk gekookt wordt. Want ik wil een Hollands pannetje maken. En de picknick komt straks nog. Want dan hoef ik niet weg. Want morgen is Jordi gewoon weer thuis. En we hebben morgen meerdere afspraken. Hi. Nee. Hij maakt me altijd zo vrolijk. Vannacht om 4 uur maakt hij me niet zo vrolijk hoor. Maar... Hij maakt me vrolijk. Even ter informatie voor jullie.
Jij lacht wel, maar mensen gaan dit niet leuk vinden. Maar mama gaat vakantie houden. Ja, mama gaat vakantie houden. De komende week, dus deze vlog komt vrijdag nog online. Maandag komt er ook nog een vlog online. En dan ga ik gewoon 4 weken niet uploaden. En dat gaan jullie echt niet leuk vinden. Maar ik heb een beetje vakantie nodig. Want de kinderen zijn dan helemaal thuis. En ik wil ook gewoon tijd voor de kinderen besteden. Ik heb mijn huishouden natuurlijk. En Niels die heeft op een gegeven moment ook vakantie. Dus ik wil gewoon tijd genoeg hebben. Laten we het daar opbouwen. De leuke dingen ga ik wel natuurlijk vloggen in die 4 weken. 3 weken. Want ik ga zorgen dat ik een week voorloop. Zodat ik gewoon elke week standaard gewoon die 2 vlogs online kan krijgen. En dat ik niet de stress heb van, oh, ik moet nu vloggen om hem morgen online te krijgen. Dus ik ga zorgen dat ik een weekje voorloop. Dit is niet omdat ik lui ben, maar ik heb gewoon 3 kinderen. Ik ben moeder. Ik moet gewoon bepaalde dingen gewoon op orde hebben. Nou, waaronder dit dus. Dus ik ga zorgen dat ik een week voorloop. En in die 3 weken ga ik wel gewoon vloggen, de leuke dingen. En dat wordt gewoon 1 grote compilatievlog. En dan ga ik ook nog wat andere dingen filmen en klaarzetten. Zodat het, zodat jullie na de vakantie gewoon lekker weer kunnen genieten van ons. Ja, en ik ga mezelf opladen. Ja, ik ga mezelf heel erg opladen om meer tot mezelf te komen. Ik ben moe, ben op. En het is gewoon belangrijk om eventjes te hebben. Dus dat. Niet dat ik iets moet, want ik doe dit voor mijn plezier. En de kinderen gaan altijd voort ten alle tijden. Maar ik heb wel even bepaalde rust even nodig. Kindje ligt op bed. Ik ga eventjes serie kijken. En ik heb voor mezelf broodjes gemaakt. Of ik het opkrijg, weet ik niet. Maar ik had er zin in. Soms moet je gewoon eten wat je even lekker vindt. Nou, dat dus. Liam is nog wakker. Ik weet niet of hij gaat slapen. We gaan het zien. Nou. We hebben jullie opgehaald. Die lag te slapen. Zijn laatste dag school hier bij de Elzegaard. En ja, een beetje emotioneel. Daar ben ik even heel eerlijk in. We hebben hier veel meegemaakt. Dus dat. Ik ga naar huis rijden voordat ik helemaal een janken uitbarst. Want ja, hem. En mochten jullie dit zien, mensen van de Elzegaard, super bedankt voor alle goede zorgen. Dat is. Meer of niet zeggen, want ik heb alles al gezegd. Ik ga nu naar huis rijden, verder aan mijn eten en alles. En ik heb weer een haar los hangen. Ja, Jordi. Jordi is net wakker geworden. Dus wij gaan nu rijden. Overigens had hij niet geslapen en nu wel. Dat dus. Een hele goede morgen. Liam zit hier. Sam en Jordi zitten daar. En we zijn vanaf vandaag in vakantiemodus. Of nou ja, enigszins in vakantiemodus. Ik heb een paar doelen gezet voor vandaag. Ik ben dus niet in vakantiemodus. Kinderen wel, ik niet. Een paar doelen van vandaag. Ik wil mijn was helemaal gedaan hebben, opgevouwen en alles. Ik heb een hoop liggen waar ik niet aan toegekomen ben. Om 11:30 komt de fysio en om 13:30 komt de buikfysio voor Jordi. En bedden verschonen wil ik. Ik wil van alles. Dus laten we gaan beginnen en hopen dat ik het afkrijg. Dit is alle was die ik moet gaan doen. Tadaa. Laten we beginnen en ik hoop binnen 3 kwartier klaar te zijn. Nou, kindjes hebben fruit. Ik ben voor nu klaar met opvouwen. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier een mand van Jordi. Hier een mand van Sam en Liam. Die zitten qua mate bijna bij elkaar. Dit moet ik ophangen of is beddengoed wat ik nog moet verschonen.
handdoeken, beddengoed en een werkbroek, korte broek, Liam's mandje en Niels aan mijn mandje. En dan heb ik die ook weer helemaal gevuld. En ja, ik ben niet Pietje precies, zal ik ook nooit worden. Dus ik ben al lang blij dat ik dit überhaupt kan. Laten we het daarop houden. En ja, ik laat het hier staan, want ik blijf gewoon wassen. Ik heb nu één wasmand volledig leeg. Hierna heb ik als goed is twee wasmanden volledig leeg. En dan heb ik nog alle badhanddoeken en dat soort dingen. Dus ik blijf gewoon even wassen vandaag. En ik ga zorgen dat ze allemaal leeg zijn. Gewoon lekker allemaal leeg. Zo dadelijk komt de vrouw voor de buikmassage. Dan ga ik met haar eventjes in overleg. Want Jordi heeft alleen maar meer buikpijn gehad. En het viel niet alleen mij op. Het viel ook de visio van vanochtend bijvoorbeeld viel dat op. En ja, dat is waar je gewoon eventjes over moet babbelen. Dus dat is wat we gaan doen. Jordi! Als Jordi iets in de weg staat, hè, dan laat hij het niet staan. Nee, hij pakt het vast en hij pleurt het achter zich neer. En het boeit hem niet hoe het er dan valt. Dus ik kan niks bij Jordi neerzetten of laten staan. Dus. Maar goed, ik ga even wachten op die vrouw. En dan ja, ga ik nog wat dingetjes doen daarna. Eten maken en alles. Sam ligt te slapen. Liam die wil niet slapen. Dus die zal straks alweer chagrijnig zijn. Standaard. Dus dat. Liam, zitten. Je mag niet staan daarop. Ja, ja. Jordi en Liam hebben nog steeds niet geslapen. Merk ik ook wel in hun gedrag hoor. Ik ben nog steeds aan het wassen en aan het opruimen en aan het doen. Mijn wasmanden zijn langzaam helemaal vol aan het raken. Dus dat is top. Ik heb na de wasmachine die ik nu er nog in heb zitten, heb ik nog twee wasjes. En dan ben ik helemaal klaar. Dus dat is helemaal goed. Sam die is... Waar heb ik gefilmd? Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Maar Sam is wakker. Eigenlijk zou ik vandaag tagliatelle roomsaus koken. Maar ik heb er Niels ook al op geweld. Dus ik heb twee kinderen waar ik continu mijn oog op moet houden. Want Liam flittert de hele tijd over zijn voeten heen. En mout om elke scheet. Jordi is chagrijnig zo nu en dan. En verband met buikpijn. Nu ook weer. Nu heeft hij ook weer buikpijn. Hij is ook weer zichzelf aan het masseren. Dus ja. Ik zeg tegen Niels, ik zeg, we eten niet te moeilijk. Dus ik pak daar even hamburgers uit de vriezer. Stop ik in de airfryer. En dan heb ik nog rusty rondjes, die stop ik in de oven. En dan heb ik nog ertjes met worteltjes, die stop ik in de magnetron. Dus voor mij is het dan niet zo heel lastig koken. Dus daar gaan we het vandaag mee doen. Of je hebt een kind die het niet meer volhoudt. Hij zit zichzelf te kriebelen. Dan ben ik even slapen, jongen. Even een half uurtje oogjes dicht. Kom lekker even. Ja hoor, dit slaapt ook. Ik moet ze wakker gaan maken, want het eten is klaar. Jordi wilde niet eten, terwijl hij normaal geen enkel probleem heeft om op de bank bijvoorbeeld even wat te eten. Was het nu wel een probleem. Dus ik ging op onderzoek uit. Ik laat even eerst iets anders zien. Liam ligt nog lekker te eten. Sam is net klaar, een heel eind. Jordi die had buikpijn. Jordi had heel veel buikpijn. Ik heb Jordi in mijn eentje even moeten helpen. Ik heb er het een en ander uitgekregen waardoor er weer een verschuiving is ontstaan enzovoorts. Dadelijk als Niels thuis komt dan neemt hij Jordi even over. Ga ik even naar de winkel. Ga ik even wat ander fruit erbij halen. Pruimen, kiwi, dat soort dingen. En dan ga ik morgen even zijn fruit malen. En krijg je morgen even gemalen eten. Want... is beter voor hem nu, als hij zo erbij zit. Oh, en voor nu ga ik even een potje halen, zodat hij toch iets binnen heeft. Dit is mijn ochtendgezicht. Ik heb de vlog niet afgesloten. Gisteravond heb ik nog met Jordi een hele tijd gezeten, want hij had buikpijn. En daarna heb ik je opgeruimd en ben ik op mijn kont gaan zitten en ben ik het vergeten. Dat dus. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.